Om resistentieontwikkeling te voorkomen is het belangrijk dat je afwisselt tussen de verschillende producten. Nou is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook afwisselt tussen de juiste producten. Want er zijn producten die hebben dezelfde werkingsmechanismen. Dit werkingsmechanisme wordt aangeduid met een frakcode. Dus is het belangrijk dat je afwisselt tussen de verschillende nummers. In dit schema ziet u een overzicht van de verschillende producten met de nummers gekregen door de frakcode. Wissel zodanig ook af. Het is niet erg als u een blokbespuiting doet met twee keer eenzelfde product met hetzelfde werkingsmechanisme. Maar daarna zult u moeten afwisselen om te voorkomen dat er een resistentie ontwikkeld wordt tegen dit werkingsmechanisme.